Het is net voorbij, Feyenoord fans. We hebben een aantal last minute updates die jullie zeker enthousiast zullen maken. Vandaag heeft onze geliefde club een verrassende aankondiging gedaan die de hele Feyenoord natie in extase heeft gebracht. En we kunnen niet wachten om alle details met jullie te delen. Blijf kijken, want wat zojuist is bevestigd is gewoon weg buiten gewoon. Feyenoord verrast ons altijd en deze keer is dat niet anders. Bereid je voor opnieuw dat de voetbalstructuren op zijn grondvesten zal doen schudden en elke fan die de rood-witte kleuren in zijn hart draagt met trots zal vervullen. Verspil geen tijd. Fans, zorg ervoor dat je al geabonneerd bent op het kanaal zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste Feyenoord nieuws. Laten we beginnen met de details van dit nieuws. Drie van onze strijders domineren de Eredivisie en tonen dit seizoen hun meesterschap in succesvolle passes. David Hanko is de koning van Nederland als het gaat om nauwkeurigheid. Met 542 geslaagde passes tot nu toe staat hij bovenaan met een ongelooflijk gemiddelde van 77 passes per wedstrijd. Dat is onze verdediger die het veld beheerst. Mats Wiever, de creatieve middenvelder, zit daar niet ver achter en staat in de top 5 met 404 geslaagde passes, waarmee hij zijn behendigheid op het middenveld laat zien. Gernot Trauner, onze Oostenrijkse verdediger, zit ook in de top met 399 nauwkeurige passes, waardoor onze verdediging solide blijft. Bovendien bereiden onze mannen zich voor op een epische Champions League-wedstrijd tegen Atletico de Madrid. Dit spektakel vindt plaats in het Estadio Civitas Metropolitano. Waar we aanstaande dinsdag onze laatste voorbereidende training houden. Woensdagavond wacht onze spannende uitdaging. Onze coach Arne Slot zal zijn visie delen tijdens een officiële persconferentie in hetzelfde stadion. Hij wordt vergezeld door een van onze dappere spelers en samen bespreken ze onze strategieën voor de confrontatie met Madrid. En we mogen onze jonge talenten niet vergeten. Feyenoords onder 19 staat ook klaar om het op te nemen tegen Atletico de Madrid in de UEFA Youth League. De wedstrijd vindt woensdag om 14 uur plaats en is live te volgen op de website van Feyenoord of op Sigosport. Sport. Vergeet niet één like. Ik achter te laten. Ik kan elk moment terugkomen met meer nieuws over onze favoriete club. Blijf kijken voor meer spannende updates.